Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Een lage drukgebied komt vanuit het zuidwesten, vrijwel pal over Nederland gekoerst vandaag. Op de satellietfoto zien we dat het vanochtend overwegend bewolkt is en er valt ook regen op veel plaatsen. Vanuit het zuidwesten gaat het geleidelijk aan wat droger worden en in de middag breekt misschien in het midden en zuiden van het land heel even de zon door. Het wordt 5 tot 7 graden en er waait een meest matige en krachtige zuidelijke wind. Aan het einde van de middag gaat het in het hele land vanuit het westen opnieuw regenen. En aan zee komt dan een tijdelijk een harde tot stormachtige wind te staan. In het binnenland wordt de wind juist matig en is uit het zuidwesten tot westen. Morgen dan uh, hebben we een afwisseling van wolkenzon en een paar buien die over het land trekken. In het binnenland kan er natte sneeuw bij voorkomen. In de kustgebieden een klap onweer of een hagel. Het wordt 4 of 5 graden en er waait een vrij stevige wind uit noordwestelijke richtingen. Op vrijdag ook nog wat winterse neerslag. Geleidelijk aanraakt het bewolkt. In eerste instantie is het ook nog fris. In de avond laat de temperatuur wat oplopen. In het weekeinde is het zacht en wisselvallig weer. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.